One of Hollywood's young and upcoming actors is dead tonight. 23-year-old film star River Phoenix died early this morning outside a club in West Hollywood. Helaas moesten we stoppen met de film in 1993. En we hadden ruwweg zeg maar 80% van de film gedraaid. Uiteindelijk de verzekering besloot de film te vernietigen omdat ze er niks mee konden doen. En toen ik dat hoorde, toen heb ik eigenlijk opdracht gegeven om dat materiaal weg te halen. Ja, het afmaken van de film heeft ook iets te maken dat ik eigenlijk indirect een soort hommage aan River wilde maken, omdat ik het een zeer begaafd en was een aardige acteur om mee te werken. Het is wel zo dat ik jaren 4 geleden ziek ben geworden met slagaderbreuk en dat ik waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk lang nog te leven had. Dus ik wou die film afmaken, dat kwam als een soort urgentie op me af. En ook omdat ik natuurlijk wist dat het goed materiaal was. Early bird gets the worm, eh? You walking out on me? Is a hell of a walk to any place from here. You can give it a shot if you like, but you're not dragging her along. And kindly leave the tableware behind. Toen ik dacht van ik wil het afmaken, toen moest ik na het kijken wat hebben we aan materiaal en hoe kan ik zeg maar het ontbrekend gedeelte invullen. En uiteindelijk heb ik voor een vrij eenvoudige weg gekozen, vooral gebruikmakend van, ik zal zeggen, mijn eigen ideeën, maar ik vertel je nog niet wat.